Ja, toe. De vraag of het bedrijfsleven zich in een ethiekvrije zone bevindt is heel makkelijk te beantwoorden met nee. Integendeel, en zeker in Nederland, zijn ondernemers zich voortdurend bewust van wat de ethische kant van de zaak is en van hen verlangt. En zijn ze ook voortdurend bezig om een ingewikkeld ethisch evenwicht te kiezen tussen wat de verschillende betrokkenen, de verschillende stakeholders bij hun onderneming van hen verlangen. Dat is een permanente verantwoordelijkheid en een lastige taak voor bestuurders ook in de publieke sector. En voortdurend komen er ethische overwegingen bij kijken, expliciet, maar heel vaak ook impliciet.